Slachtoffers van seksueel misbruik herstellen beter als er goed wordt gereageerd door de directe omgeving. Wat kun jij als leerkracht doen als er op jouw school sprake is van seksueel misbruik? Als een leerling aan jou als leerkracht onthult over seksueel misbruik, dan getuigt dat van grote moed en vertrouwen in jou als leerkracht. Blijf kalm en spreek bemoedigende woorden uit of schrijf ze op. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, wat goed dat je het hebt verteld. Wat er is gebeurd is niet jouw schuld. Niemand mag op die manier aan jouw lichaam zitten. En alles wat je nu voelt en denkt is volstrekt normaal als je zoiets hebt meegemaakt. Natuurlijk moeten er ook noodzakelijke stappen genomen worden. Als leerkracht moet je de meldcode hanteren. Je kunt overleggen met de politie en dat geldt ook voor het Centrum Seksueel Geweld als het korter dan een week geleden is gebeurd. Maar je doet niks zonder overleg met de leerling. Want die leerling is door het misbruik het gevoel van regie kwijtgeraakt. En die wil controle houden. En dat geef je een beetje terug door elke stap die je maakt samen te doen. Je gaat ook geen geheimhouding beloven, de pleger ook niet afvallen. Je blijft in de rol van leerkracht. Want juist als het uitkomt, komt er meer stress, ook vanuit de directe omgeving, boosheid en verdriet. En jij als leerkracht gaat kalmte uitstralen. Zeg, ja, tuurlijk, papa is boos of mama is nu verdrietig. Maar ze zijn niet boos of verdrietig op jou. Ik ben er voor jou als leerkracht. En hoe belangrijk het is dat het gewone schoolgang doorgaat. Niet thuis blijven, maar gewoon naar school blijven gaan. Ook als afleiding. En dat die school als veilige haven behouden blijft. Juist in die tijden van stress.